Vandaag willen we het over de doop hebben. En we kennen eigenlijk, ik zat al net even naar de zangdienst te luisteren. De zangdienst ging over de naam van Jezus, uitspreken over je, over doorbraken, over kracht. En ik denk, hoe mooi sluit dat aan? Want ja, dat zijn allemaal gevolgen van de doop. Gevolgen van als je voor Jezus kiest en wat Jezus in je leven kan doen. En ja, in Nederland kennen wij grofweg twee waterdopen. Je hebt ook de Jezusdoop, je hebt nog meer dopen, ook van andere groeperingen. Maar we kennen grofweg in christelijk Nederland twee waterdopen. En die noemen we wel volwassen of waterdoop. Nou, dat klopt natuurlijk niet helemaal, want het zijn eigenlijk dopen die op verschillende leeftijden worden bediend. Een volwassen doop hoeft ook niet te zeggen dat je eerst volwassen moet zijn, maar het wordt ook wel geloofsdoop geworden, genoemd. Je moet het met je verstand kunnen geloven. Nou, waar komen die dopen nu eigenlijk vandaan? En het kan best zijn dat je hier in de gemeente zit en zegt van goed, ik ben evangelisch opgevoed. Ik heb me gewoon op een gegeven moment op geloof laten dopen. En ja, ik weet wel dat dat er is, maar ik heb geen idee. En ik wil eerst even benadrukken dat we vanuit de Waarde voor Leven gemeente niet veroordelend proberen te zijn over wat met de doop te maken heeft. Dat proberen we. Het zal misschien niet altijd even goed lukken. Maar we proberen het wel. En dat is ook met dit onderwerp. En je hebt nu eenmaal verschillen. En bij de dopen kun je beredeneren uit de Bijbel. En misschien dat je hier zit en zegt van goed, dat vind ik eigenlijk raar. Hè, want ik dacht altijd dat het alleen maar geloofsdoop was. Maar ook de kinderdoop, de zuigelingendoop, kun je best beredeneren uit de Bijbel. Dat zal ik straks ook even gaan toelichten, want ik denk dat het ook belangrijk is om beide routes te zien. En bij ons is het wel belangrijk om te zeggen, de doop is hier niet nodig om lid te zijn. Het is niet nodig om per se volwassen gedoopt te zijn om erbij te horen. En omdat wij geloven in de Waarde voor Leven gemeente dat God met iedereen zijn weg gaat. Iedereen zit in zijn eigen proces. En hij heeft zijn eigen route daarin te gaan. Nou, zo hebben Anja en ik ook onze eigen route daarin gelopen. We komen uit een gereformeerd nest, zoals men dat zo mooi zegt. En ik denk dat het ongeveer rond mijn 26e was. Ja, toen we samen de grote opdrachtschool van Agape gingen doen. En we gingen van studeren en we gingen dingen bekijken. En op een gegeven moment kom ik er zo rond mijn 26e achter van goed, Als we straks, we hadden nog geen kinderen, als we straks kinderen krijgen, dan willen we ze niet laten dopen. Ja, omdat we dat gewoon zelf niet lezen in de Bijbel. Zelf laten overdopen was toen helemaal geen issue, want we zaten gewoon in de gereformeerde kerk, we waren daar actief, we zaten daar op onze plek. Dus dat was helemaal geen issue in die tijd. Ja, tot eigenlijk het moment kwam dat ik daar in de kerkenraad werd gevraagd. Toen wordt er gevraagd van wil je in de kerkenraad komen? Toen heb ik gezegd, op zich prima, maar ik denk, ik benoem het wel even. Stel dat Anja zwanger wordt, dan heb je iemand in de kerkenraad zitten die zegt van goed, ik wil mijn kinderen niet laten dopen. Nou, er was een ouderling die bij ons was. Was geen probleem. En was natuurlijk wel een probleem. Na een multimap met correspondentie en zo'n multimap geloof ik. Ik heb kort geleden met de verhuizing nog één keer doorgebladerd en ik heb het weggegooid, moet ik eerlijk zeggen. Ik had het achter me gelaten. En op een gegeven moment, tijdens die correspondentie, werd Anja zwanger. Nou, dat was ongeveer rond onze 28e. En toen zei de voorganger ook, waarmee ik in gesprek was, van Marcel en Anja, maak het jezelf nou niet gewoon moeilijk. Maak gewoon de overstap naar een evangelische kerk. Dan zit je daar gewoon op je plek en dan kun je daar gewoon weer verder groeien in je geloof. Nou, dat was vond ik een hele mooie uitleg en een mooie handreiking van hem. En dat hebben we dus ook gedaan. Nou, Anja was wel lerares op een gereformeerde school, die raakte haar baan kwijt. En dat had wel wat gevolgen, maar ik heb uit die tijd geen hard feeling, zeg maar. Maar de doop is voor ons wel zo belangrijk geworden dat wij bijvoorbeeld, en daar kun je wat van vinden, maar we hebben altijd tegen Aniek bijvoorbeeld gezegd van, je gaat er wat van de jeugddiensten bij langs, maar waag het niet om je ergens te laten dopen. Als er zo'n oproep komt opeens uit het niets en wij zijn er niet bij. Want het heeft voor ons best wel wat belang. Dus het is, volgende maand, 9 oktober, dan laten ze zich dopen. Ik heb uiteraard even aan haar gevraagd of ik dat mocht zeggen. Dus
Nou, dat zal uiteraard een feestje zijn bij ons thuis. Nou goed, we hebben twee dopen. Ik heb even een plaatje. Hoe zit het daarmee? Ik weet niet of het plaatje geprojecteerd kan worden. We hebben in ieder geval, ik kom straks vast wel. We hebben de kinderdoop. Waarbij je zegt, om het uit te leggen, God kiest. Je ouders kiezen. Jij kiest. En dan word je besprenkeld. Nou, dat komt hieruit voort. Dat is het plaatje wat er dan bij hoort. Het komt eigenlijk, is een voortborduursel uit Genesis 17, vers 7. Ik zal het even met jullie lezen. Het is het verbond, dat wordt ook vaak gezongen tijdens een kinderdoop. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Dat is vaak het gezang wat erbij wordt gezongen. En het zal vanaf vers 4 lezen. Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Dus een naam, hij krijgt een andere naam. De naam van de vader van vele volken. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. En ik zal u uitermate vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken maken. En er zullen koningen uit u voorkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij en uw nageslacht na u. Al hun generaties door. Tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Dus God sloot een verbond met Abraham en die zegt, ik ga weg met jou en in jou zullen vele volken gezegend zijn. En toen werd ook de besnijdenis ingesneld. Nou, de besnijdenis, dat was dan op jongere leeftijd, op 8 dagen oud, werden de jongetjes werden dan besneden. En die besnijdenis, die werd in het volk Israël gevoegd. Dus je hoefde er niks voor te doen. Je werd als jongetje, vrouw hoefde dat gelukkig niet. Dat was in die tijd gebeurde dat ook wel. Maar alleen de jongetjes hoefden besneden te worden. En die kwamen dan bij het volk. En zo kwam er, God zei, er moet onderscheid zijn tussen mijn volk, het Joodse volk, en de heidenen, de niet-besnedenen. Daaropvolgend hebben ze gezegd van goed, in onze tijd, wij zijn een voortborduursel van Israël. Dus is de vervangingsleer of de verbondstheologie, zo je wil, gekomen. Waar ze nu zeggen, christenen en joden samen vormen nu Gods volk. En de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Dat is even kort hoe dat dan werkt. Ik leg het straks nog even iets verder uit. Dan de volwassen doop. Bij de volwassen doop of de geloofsdoop. Daarin zeggen we ook, God kiest. Maar jij kiest ook. En daar volgt onderdompeling over. En dat komt rechtstreeks voort uit het zendingsbevel van Matthäus 28. Nou, ik denk een van de bekendste versen uit de Bijbel. Matthäus 28 staat trouwens ook in Markus 16 bijvoorbeeld. Staat hetzelfde. En daar staat, ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de verleiding van de wereld. Amen. Nou, dat laatste vers, dat lees ik er altijd wel bij, want soms wordt het een beetje vergeten. Maar dat is toch een essentieel onderdeel van het zendingsbevel. We kunnen dat niet uit onszelf, we worden wel opgeroepen om te gaan. En te zeggen van goed, hè, dit is het evangelie. Om het uit te leggen, dan mag je best wel weten van, het is best wel lastig. En waarom is het lastig? Omdat het toch best wel vaak is, als je voor het een kiest, dan klinkt het een beetje alsof je het andere verwerpt. En daarom heb ik het ook in het voorstukje, in de informeel gezegd, van, dat is best wel een beetje glad ijs. Je moet soms gewoon stelling nemen of je moet gewoon zeggen waar je voor staat. En dat wil niet zeggen dat je per se daarom tegen het andere kiest. Daarom heb ik even een stelling die wil ik eigenlijk voorlezen. Want ik vind het wel belangrijk om dat heel goed neer te zetten. We geven onderwijs hierin. Maar beide dopen vinden hun oorsprong in de Bijbel. Het is een Bijbelse gedachte erachter. En als je met volle overtuiging je kind hebt laten dopen of zelf gedoopt bent en die doop met je belijdenis voor eigen rekening hebt genomen, dan ben je een kind van God. En dat is, ik kan het nog wel een keer zeggen. Als je uit volle overtuiging je kind hebt laten dopen en je bent zelf
gedoopt daar. En die doop heb je met je belijdenis. Dan ben je gewoon een kind van God. En voor God is dat voldoende. Dat staat gewoon buiten kijf. Dus dat is... En ook de hoeveelheid water, of je besprenkeld bent of ondergedompeld, staat nergens als voorwaarde tot behoud. Het heeft helemaal niks te maken met de eindbestemming. En als ik het zeg maar ga uitleggen, en je meent iets te horen dat ik zeg dat daar tegen ingaat, dan heb je ofwel ik heb het niet helemaal goed gezegd, of je hebt het niet helemaal goed beluisterd. Nou, dat wil ik eerst even gezegd hebben. En dan zal ik verder naar de uitleg gaan. Omdat ik uit een gereformeerd gezin kom en ik heb ik kom uit een gezin van zes, dus ik heb wat broers en zussen. Heb ik heel wat kinderdopen meegemaakt. En dus ook heel wat preken daarover gehoord, want dat is toch wel een beetje gebruikt. Dat bij een doopdienst heb je ook een preek die dat helemaal uitlegt. En dan zie je eigenlijk, er worden vaak twee sporen genomen. Het emotionele spoor, waarin je dan zegt dat je een kind iets onthoudt als je het niet laat dopen. Ja, want Gods belofte ligt daar en als je het niet doet, dan onthoud je al die belofte. En de theologische uitleg. Nou, theologische uitleg, daar hebben ze, de Heidelbergse catechisme staat dat in beschreven. Vraag en antwoord 74 voor de liefhebbers, als je het na wil lezen. Daar staat gewoon precies beschreven hoe men dan tot die kinderdoop komt. Welke stappen daar allemaal. En ja, ik heb bij heel veel preken gezeten en dan werd er best wel wat op het emotionele vlak gedaan. En of wat dingen gezegd en... Ja, ik kon er altijd niet zo heel veel mee, maar ik weet altijd nog, ik was bij mijn oudste broer, die liet een van zijn kinderen dopen. En daar was een voorganger, die had een preek waarvan ik dacht van dat vind ik op zich wel goed in elkaar zitten. Dat, als je die route kiest, ik ben het er niet helemaal mee eens, maar ik kan me er wel wat bij voorstellen. Ik vind het wel een mooie gedachte. Nou, wat zei die? Het was een beetje een mix tussen, volgens mij, tussen emotie en theologie. Het is alweer 18 jaar geleden, denk ik, dus ik moet het wel een beetje weer van ver halen. Maar zonder dan dat schuldgevoel. Hij zegt van heel de Bijbel, die staat vol met Gods keus voor ons. Hè. God strekt zich naar ons uit. En dat zie je, lees de Bijbel. Hè. Overal komt God weer terug, strekt God zich naar ons uit. En Israël heeft daar niet altijd de keuze in gehad. Hè. Je ziet ook dat, bijvoorbeeld, ik heb net Genesis 17 gelezen, waarin God aan het verbond... Met Abraham sluit. En daar was de voorwaarde van, ze moesten zich wel aan de wet houden. Maar in Genesis 15 zie je bijvoorbeeld een verbond wat God met het volk sluit. Het gaat voornamelijk over het land Israël. Waarin God zegt van, het maakt helemaal niet uit wat jullie doen. Dat was dan een verbond waarin hij beesten doormidden sneed, luguber verhaal, in tweeën legde. En toen ging hij er zelf tussendoor als een oven. En dat staat een beetje raar beschreven, maar lees het maar en dan... En daarin zei God van, goed, het maakt helemaal niet uit, ik sluit het verbond, ik ga zelf tussen die beesten door. Hè, en dat met als uitleg van, als ik het verbond verbreek, dan mag men dat met mij doen. Zo was die uitbeelding en dan vaak. Dus, en toen heeft hij gewoon het land Israël beloofd, waarvan je nu ook ziet dat het nog steeds in vervulling gaat. Efeze 1 bijvoorbeeld, die spreekt over dat hij ons voor de grondlegging van de wereld al heeft uitgekozen. Voorbestemd om tot zijn kinderen aangenomen te worden. Ik ben het niet helemaal met de uitverkiezing eens, maar als je dan de uitverkiezing wil uitleggen, dan moet je Efeze 1 eens lezen. Daar staat gewoon, er staat al voor de grondlegging van de wereld heeft hij ons als zijn kinderen aangenomen. De doop is een krachtig teken. En die verzekert je ervan dat Gods belofte ook voor jou gelden. En dan door de doop, net zoals zeg maar bij de besnijdenis wat je dan bij het Joodse volk ingelijft. En door de doop word je dan bij het christelijke kerk, de algemene, niet natuurlijk de WLG of de kerk waarin je zit als je kijkt. Maar je wordt bij de algehele kerk, de katholieke kerk zo je wil, dat is de algehele kerk, word je ingelijft. En je bent geheiligd en apart gezet. En dan zeggen ze, God steekt zijn hand naar je uit. Ja, hoe mooi eigenlijk. Het enige wat je nog hoeft te doen, is die hand aanpakken. En dat doe je door je geloof te belijden. En daarmee is de cirkel rond, dopen en belijdenis. En dat theologische gedeelte, dat vond ik best mooi. Vond ik wel mooi gevonden. Ik denk, dat is wel gewoon een route. Alleen dan moet je dus persen, je moet zelf bij het verbond beginnen. En...
Nou ja, dan moet je dus inderdaad voor lief nemen dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Wat niet in de Bijbel staat, wat je nou ja, dan wel uit moet redeneren. Nou ja, en het is gewoon heel erg belangrijk, denk ik, in de Bijbel, ja, dat God graag wil dat je kiest. En of dat nou dan met een blijdenis is of met een geloofsdoop. God die wil heel graag dat je voor hem kiest. En ja, dit zou je een keer een preek over moeten houden, maar als je gewoon kijkt, dat begint al bij Adam en Eva, die kregen de keuze tussen bomen. Daar hebben we bomen neergezet en daar mochten ze wel van eten en daar mochten ze niet van eten. En er stond geen hekje omheen, weet je wel, niet zo'n hek met schroeven eromheen, dat ze met zo'n bako erin moesten of zo. Nee, ze konden er gewoon bij, ze hadden de keuze. En nou ja, daar begint het mee en dan zie je de hele Bijbel door, zie je dat God zoekt naar mensen die voor hem kiezen. Ja, als je op een gegeven moment, als het volk zondigt en dan komen we weer tot geloven, dan zegt God, kies heden voor wie gij dienen wilt. Nou, er waren veel afgoden, er waren veel verleidingen en God wil de hele tijd dat je voor hem kiest. En dat blijft ook, de keuzemoment is heel erg mooi. En hij heeft ons gewoon als relationele wezens gemaakt. Hij wil graag een relatie met je, daar geniet hij van. Hij heeft zelf... Nou goed, wij geloven dan dat God uit drie, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat hij een relatie met zichzelf heeft. Maar hij heeft ook de mens gemaakt om een relatie mee te hebben. Dat zag je bij Adam en Eva, daar had hij gewoon een hele warme relatie mee. Kwam die bij en die relatie wil hij graag terug. En hij had ons ook zonder keus kunnen maken. Hij had ook kunnen zeggen van goed, ik maak gewoon robotjes die lekker doen en wat ik zeg, die niet kunnen zondigen, die altijd in de pas lopen. Dan heb ik gewoon volgelingen, zeg maar. En je ziet echte liefde die kiest. Je kunt, als je aan uithuwelijken denkt bijvoorbeeld, dan heb je heus wel huwelijken die dan in liefde kunnen groeien. Maar nou ja, ik denk niet dat je eraan moet denken dat je wordt uitgehuwelijkd en dat je ouders zeggen van nou, dat is hem. Succes daarmee. Nou, dat is... Dus je ziet, ja, echte leven, of echte liefde heb je een keuze voor nodig. Nou ja. En daarnaast is in het Oude Testament is natuurlijk de Heilige Geest ook een heel belangrijk item. In het Oude Testament was de Heilige Geest op bepaalde mensen en werd af en toe doorgegeven. Dat zie je, nou, ik heb hiervoor heb ik de reis van Israël beschreven, waarin de Geest op Mozes was. En op een gegeven moment stelt hij dan 7 oudsten aan en dan wordt een deel van de Geest op die oudsten gelegd. Nou, dat zie je eigenlijk in het Oude Testament heel veel gebeuren. De Heilige Geest die was op speciale personen, soms op profeten, en ja, die werd dan doorgegeven of overgegeven. Of God die gaf het aan iedereen. En die Heilige Geest zorgde ervoor dat je dan Gods plannen kon doen. En de rest van het volk, ja, die had die Heilige Geest niet. En ik weet niet, ja, ik vind het best wel lastig natuurlijk om voor te stellen. Want wij hebben gewoon de Heilige Geest. Hè? Door het offer van Christus is dat allemaal achter ons. En natuurlijk moeten wij ook nog aannemen. Maar de Heilige Geest die werkt gewoon in ons leven. Die geeft ons hintjes. Die werkt heel anders als in het Oude Testament. En de mensen in het Oude Testament, ja, die hadden daar dan een wat makkelijkere oplossing voor. Makkelijk, die moesten offeren, hè, dat kost gewoon geld. Die namen dan een duif of een schaap. Of dan werd dan geofferd voor je zonde. En dan één keer per jaar dan werd er nog een keer een stier. Werd er dan de handen opgelegd en de woestijn ingestuurd. Zodat de zonden weg waren. Dus die keuzes daar, dat was wat anders. Maar in het Nieuwe Testament zie je eigenlijk een enorme omschakeling van alles wat in het Oude Testament was geweest. Zeg maar dat hele verhaal van de offers. En ja, dan zie je opeens, het Nieuwe Testament komt. Het Oude Testament is vervuld. Je hebt eerst zeg maar dan de 4 verhalen, de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, waarin het leven van Christus wordt beschreven. En dan zie je eigenlijk de handelingen. En de handelingen, dan is dan eigenlijk... wat gebeurt er allemaal? Welke stappen worden er allemaal gezet? En dan, nou ja, dan zie je ook de doop die wordt bediend. Eerst nog die van Johannes de Doper, de geloofsdoop. Of de bekeringsdoop. En later dan de geloofsdoop. Ja, de wetten die voor het volk die werden van tafel geveegd. Nou ja, van een tapijt geveegd. Hè, dat Petrus op het dak zat. Ik weet niet of je het verhaal kent. Maar dat er dan een tapijt naar beneden komt met allemaal onrein eten. Waarvan Petrus zegt, nou, dat kan ik toch niet eten. En dan
En dan, nou, dan komt even later komt dan de hoofdman uit de heidenen. En dan weet Petrus van oké, okay, de heidenen horen nu ook, of die mogen nu ook delen in de belofte voor het volk. Nou, dat was natuurlijk ook een hele omslag. En nou ja, met al die nieuwe gelovigen uit de heidenen kwamen er ook enorm veel uitdagingen. Nou, dat weten we, alle bijbelboeken die daarna worden geschreven van Paulus. Nou ja, het volk doet het natuurlijk goed, maar nou ja, dan komen allemaal zonden die ze gedaan hebben en waar ze zich van moeten bekeren. En dan zie je, ja, er zijn heel wat gebruiken in die tijd. Vooral heel veel afgodendiensten die men zoveel jaar gedaan had. Dan word je christen en dan moet je dat opeens achter je laten. Nou, al die ontwikkelingen in het Nieuwe Testament, daarin had je ook de doop. Nou, de doop die werd bediend. En nou, dat was helemaal niet iets vreemds voor de Israëlieten. Het was niet zo van, het Nieuwe Testament, dus we gaan de besnijdenis afschaffen. En we doen even een ander ritueel ervoor in de plaats, dan wordt het doop. Nee, de doop was al iets bestaans. Je had reinigingsbaden, je had allerlei gebruiken daarvoor. Je had bijvoorbeeld ook de proselietendoop. Proselietendoop, dat was als iemand dus met het volk meeging. En die waren geen Joden, maar ze wilden wel heel graag bij het volk horen. Dan moesten ze worden besneden, de mannen dan. Hè, de jongetjes en de mannen, die moesten dan worden besneden. Maar ze moesten ook gedoopt worden, de proselietendoop. Omdat ze onrein waren. Nou, en zich laten dopen, dat was dan niet zoals we hebben hier zo'n badje. En dan heb je twee mensen en die duwen je onder en die houden je 5 minuten onder. En dan. Nou, een beetje anders misschien, maar. Ze moesten zelf onder, want ze waren onrein. Dus de Israëlieten wouden ze ook helemaal niet aanraken. Dus bij de proselietendoop, doop je jezelf eigenlijk. Je ging in het bad en je ging eigenlijk kopje onder. Omdat je onrein was. Nou, dat onrein zijn, dat was natuurlijk best wel een ding. De Israëlieten raakten je niet aan. En toen kwam dus de doop van Johannes, waarin de Israëlieten eigenlijk moesten zeggen, wij zijn onrein. En je merkte dat in die tijd, dus de Heilige Geest, ja, het volk begon voor te bereiden op Jezus bediening en ook de volwassen doop. Want het volk kwam dus naar Johannes de Doper en liet zich dopen ter bekering. Hè. Ze hadden gezondigd, ze gaven toe, wij zijn ook onrein. En dat was best wel wat voor de Israëlieten. Dat zie je dus ook als op een gegeven moment de leiders van het volk komen. Dat zegt Johannes ook, van, ja, hoezo zijn jullie hier? Hè? Die dachten op een gegeven moment van ja goed, hè, het volk gaat, nou ja, laten we ook maar gaan. Want dan misschien een beetje oproeren en zo, dan horen we er misschien ook bij. Nou ja, en als de mensen in handelingen natuurlijk dan overgaan tot dopen, is het ook logisch dat ze aan deze dopen denken. Want de besnijdenis die werd voor de Joden nog steeds uitgevoerd. En natuurlijk heeft Paulus er later wat van gezegd. Dat die besnijdenis die heeft niet meer de waarde die het had. In de zin van dat de voorwaarde was om tot het volk te horen. Nee, de andere volken die hoorden nu ook bij dat geloofsvolk. Maar de besnijdenis aan zich voor de Joden, die gold nog steeds. Want die was nog steeds, hè, dus het is nog steeds de verbondsgelofte voor het land. En er zijn nog andere beloften die nog steeds gelden. Dus de doop, die was gewoon een nieuw teken wat voortbeduurt op een oud gebruik. En wat heel duidelijk blijkt is dat de doop volgt op bekering. Nou, dat heb je dus ook bij Johannes de Doper. Dus het was heel logisch dat men daaraan dacht. En er zijn ook heel veel teksten uit het Nieuwe Testament. Je kunt legio teksten daarvoor aanhalen. Die, nou ja, waar je gewoon echt in de problemen komt om dat op zuigelingen toe te passen. Maar ja, goed, er zijn ook wel teksten die, nou ja, waarvan je kunt zeggen, goed, die worden ja, door beide groepen gebruikt. Bijvoorbeeld de huisteksten. Ik weet niet of jullie de huisteksten kennen. Nou, een huistekst is dus dat het evangelie wordt verkondigd. Bijvoorbeeld aan een cipier van een gevangenis. En dan zie je dat hij zich laat dopen met zijn huis. Nou ja, Lydia de purperverkoopster, heel bekend voorbeeld, komt tot geloof, laat zich dopen met haar hele huis. En ja, dan krijg je een beetje een discussie. Ik heb daar heel veel over gelezen. Tussen, hoe oud zijn ze? Hadden ze dan slaven? Konden daar kinderen bij zijn? En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet het niet precies. En ik kan zeggen dat ik het precies weet, maar niemand weet het precies. Hè. We waren het er allemaal niet bij in die tijd. En dan heb je dus dat de mensen die die zeggen van goed, hè, er moeten wel kinderen bij geweest zijn.
ja, er zijn ook mensen die zeggen, als je naar de leeftijd kijkt, naar de gebruiken die er zijn, en dan waren er waarschijnlijk geen kinderen bij. En dat denk ik van goed, dat soort. Nou, ja, daar kun je dus het over discussiëren, maar je kunt beter naar de teksten dan gaan kijken die wat duidelijker daarin zijn. En nou ja, goed, dan houden wij gewoon aan wat we dan lezen. En bijvoorbeeld Handelingen 8, vers 36 en 37, daarin staat dan het verhaal van de Ethiopische minister. Ik weet niet of jullie dat verhaal kennen. Het was in ieder geval, men kwam dan van heinde en verre, als je geloofde, naar Jeruzalem. En er was ook een Ethiopische minister. Nou, die had best wel een stukje moeten reizen, Ethiopië. Die kwam echt uit, van beneden, moest door de woestijn heen, helemaal naar Israël toe. En die ging op een gegeven moment terug. Nou, die was een minister, dus die ging niet op een ezeltje, die ging echt op een mooie kar. En nou, Filippus die kwam dan bij hem in die kar. Ik weet niet precies hoe. Dat is plits. Zat er bij hem in de kar. En nou ja, dan was die minister Jesaja aan het lezen. En die snapte natuurlijk bepaalde dingen niet. En Filippus die ging dat dan uitleggen. En toen hij dat aan het uitleggen was, toen zei die minister van nou, ik geloof dat. En toen, ik wil eigenlijk ook gedoopt worden. Want Filippus die gaf die uitleg. En toen zei hij, wat is erop tegen dat ik geloof, wat ik gedoopt word? En Filippus zei toen van, goed, als je met heel je hart gelooft, dan is er niks op tegen. Nou, toen doopte hij de minister. Er zijn ook teksten, bijvoorbeeld Romeinen 6, dat wil ik ook wel even lezen. Heb ik uit een iets oudere vertaling, misschien iets moeilijker te volgen daarom. Maar ik vind dat wel mooi. Romeinen 6, vers 1 tot 6. Daarin staat, dat is eigenlijk het verhaal dat ze zeggen, mogen we dan nog meer zondigen? Maar dat Paulus die beschrijft daar, van als de mensen zeggen van mogen we dan nog meer zondigen? Want dan komt er meer genade. Ja, dus dat is toch heel mooi, hè, dat je meer genade krijgt hoe meer je zondigt. Nee, zegt Paulus dan, volstrekt niet. En dan immers, hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Ja, dus wij zijn aan de zonde gestorven, dus we kunnen daar niet langer in leven. Ja, of weet je soms niet dat we allen die in Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk de Messias uit de dood is opgestaan, door de majesteit van de Vader, wij in nieuwheid van het leven zouden wandelen. Ja, dus in de dood met hem begraven, dat is dan echt het uitbeelden van de doop. Hè, waarin je zegt van goed, het dopen, het baptiso zoals het dan heet. Je gaat helemaal onder. Je wordt echt ondergeduwd als het goed is. Ja, als mensen dopen en ze doen ze een beetje lafjes onder water, dat is nog net boven. Dat is niet goed. Ja, we gaan echt onderdompelen. Want rituelen en handelingen, daarvan kun je zeggen van goed, zijn die nou zo belangrijk? Nou ja, lees de Bijbel maar. God hecht heel veel belang aan rituelen en handelingen. Ik denk dat wij dat in onze tijd ook wel eens een beetje uit het oog verliezen. Als je kijkt hoe God dingen beschrijft met rituelen, met handelingen, offerplaatsen, herdenkplaatsen. Dan denk ik, nou, dan God die vindt dat kennelijk toch heel erg belangrijk. En zo ook de doop. Hij vindt het belangrijk dat we worden ondergedompeld, omdat het uiterlijke teken is dat wij met hem zijn gestorven. Je sterft onder water en je komt in nieuwheid het levens, kom je er weer uit. En dan staat er volgens, want indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan de dood, zullen wij het ook zijn met hem gelijk is aan de opstanding. Dus met dat gebaar, dan staat er best wel, groeien samen met Jezus. Nou, hoe mooi is dat? En ja, dat is heel erg sterk. Nou, Colossenzen 2 vers 11 en 12, daar staat dan ook een link naar de besnijdenis. Maar dan meer met de besnijdenis die geen werk van mensenhanden is. Hè. Dat wordt in de Bijbel wel de besnijdenis van het hart genoemd. Wat ook altijd de bedoeling is geweest, dat je hart laat besnijden. Daar staat van, je bent besneden met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, door het afleggen van het lichaam van het vlees. In de besnijdenis van de Messias, daar gij met hem begraven zijt in de doop. Dus die besnijdenis van het vlees, dat is niet zeg maar een beetje vlees eraf, maar dat is helemaal dood. En dan word je ook weer mede opgewekt door het geloof aan de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Nou ja, die teksten die symboliseren ook hoe belangrijk het is dat je onder wordt gedompeld. De geloofsdoop die symboliseert gewoon daarin alles wat God wil zeggen. Wij zijn zondig, we bekeren ons, je keert je om en we gaan het water in.
We laten ons reinigen en staan op in een nieuw lichaam. En niet helemaal letterlijk, maar je komt er vernieuwd uit. Dat is het geestelijke principe. En onze zonden, die blijven dan achter op dat badje. Ik weet niet, heb je het wel eens gedaan? Als die doop is geweest en ze stappen eruit en iedereen, je wil niet weten dat er daar op die bodem ligt. Niet erin kijken, dat is niet goed. En onze oude mens die wordt mede gekruisigd. En de kracht van de zonde is dan verbroken. Nou ja, dan, wat ik dan wel belangrijk ook nog vind over de doop. En over de kinderdoop is, als je dat emotionele deel dan pakt. Een niet gedoopt kind, die staat in alles gelijk aan een gedoopt kind. Je onthoudt een kind helemaal niet. Want dat is voor ons ook heel belangrijk. Ik weet altijd nog, toen wij hebben dan de gebruiken van het opdragen. Als we kinderen krijgen, dan willen we ze graag voorstaan aan de gemeente. En dan vragen we een zegen over hem. Omdat Jezus zelf ook heeft gezegd, laat de kinderen tot mij komen. En dat is geen verordening in de Bijbel of zo. Dat is niet iets wat in de Bijbel staat waarvan we zeggen van goed. Dat opdragen, dat kun je daar en daar vinden. Dat is gewoon iets dat willen we graag. En nou, we symboliseren daar wel mee dat we gewoon met elkaar het kind willen opvoeden. En willen onderwijzen, voor hen willen zijn. En je onthoudt een kind ook helemaal niet dus door hem niet te dopen. Want kinderen zijn geheiligd in de ouder, staat er in de Bijbel. En die hoeven dan niet door een doop toegevoegd worden aan een verbond of een gemeente. Nou ja, bij alle zaken die tot nu toe genoemd zijn, zou je misschien ook wel kunnen denken, oké, dat klopt wel, hè, maar... Hè, De gedachte dat God je eerst kiest, nou ja, en dat jij dat later aanneemt, is een mooie gedachte. En als het later gebeurt met een blijdenis, is het ook een feest. Maar de praktijk is nog wel dat er nog wel wat achteraan komt. En dat is de praktijk. De doop die zet zaken in beweging. Het uiterlijke kenmerk dat wij samen smelten met Christus in de doop, dat zet ook iets los in de geestelijke wereld. Wij kijken dan vaak naar de symbool of wat er gebeurt. Men gaat een kopje onder, je komt al, je bent nat, je droogt je af, trekt andere kleren aan, gaat hiervoor staan, liedjes zingen. Nou, het is allemaal geweldig, want het is heel feestelijk. Maar op dat moment is er ook echt iets in de geestelijke wereld gebeurd. Ik zeg altijd, de duisternis kijkt ook toe en die ziet dat gebeuren. En dat is heel krachtig. Dat zie je dus ook in het leven van mensen veranderen. Er worden zaken in beweging gezet. En ik weet niet heel goed hoe ik dat nou moet neerzetten zonder dat mensen zich misschien aangevallen voelen. Ik ga het wel wat proberen. En dat zou eigenlijk een preek achterna moeten komen. Want het is dan te veel om zeg maar, nu allemaal te vertellen. Bijvoorbeeld, als duidelijkste voorbeeld noem ik dan het spreken in nieuwe talen. De geloofsdoop die zet bijvoorbeeld die gebieden vrij. Het krijgen van beelden, het krijgen van profetieën. En nou, nu wil ik al gelijk benadrukken, dat heeft God op zich niet nodig om dat te doen. Er zijn in de traditionele kerken ook mensen die in het nieuwe talen spreken, die beelden krijgen. Maar qua rekensom, de praktijk laat zien... Dat in evangelische kerken meer voorkomt. Als je dat gewoon procentueel, ik heb geen procentuele... Ik kom zelf uit een traditionele kerk, ik ken dat helemaal niet, spreken in tongen. Ik had het nog nooit gehoord. En dat verschil, dat heb je wel. En je ziet dus, als je dus volwassen bent gedoopt, dan worden die gebieden vrijgezet, waardoor God makkelijker in jouw leven kan werken. Hij kan het ook zonder, hij kan het ook voor je doop doen, hij kan het bij kinderen doen. Maar je ziet wel dat God zo werkt. En als God zo werkt, dan zie je dus dat God dat zegent. Je ziet dat God zegt van goed, er is daar wat vrijgezet. En op dat moment is er kennelijk toch iets verbroken tussen God en ons. En is daar meer vrijheid waarin God krachtiger kan werken. En ook dat is absoluut niet veroordelend, want je hebt ook die gaven niet nodig. Je hebt helemaal niets met je eindbestemming te maken. Maar het heeft wel iets met je reis te maken. Je hebt een reis naar je eindbestemming toe. Nou ja, om dat helemaal dus goed uit te werken, dat zal ik in een andere preek moeten doen. Um,
Nou ja, wat heel belangrijk is, dat heb ik al gezegd, is wel de keuze voor de keuze die de mens heeft. Ja, welke keuze je ook maakt, uiteindelijk ligt daar die uitnodiging voor dat bad. En we hebben hier in de Waarde voor Leven gemeente 9 oktober een doopdienst. Is hier zeker de mogelijkheid om je te laten begraven. We zullen voor die 5 minuten je boven halen, beloof ik. En God steekt zijn hand dan ook naar je uit. God steekt zijn hand naar je uit. Jezus heeft alles voor jou betaald. En Gods geest spreekt in jouw binnenste. En trekt je naar hem toe. En daarom ligt daar de uitnodiging. Kies dan ook voor hem. En doe dat met de doop als je dat nog niet gedaan hebt. De uitnodiging is hier. Ik wil het ook met jullie dan in gebed brengen. Je Vader, God, we willen bij u komen, ook over het onderwerp van de doop. En ja, welke route we ook gekozen hebben in ons leven, waar we ook staan in ons leven, welke keuzes we daarin gemaakt hebben, uw keuze blijft altijd hetzelfde. Uw keuze is ons. U strekt zich naar ons uit. En u zegt, kies voor mij. En u bent de God van vrije keuze. U bent de God die wil dat we uit liefde kiezen. En als u naar ons kijkt, dan ziet u uw kinderen. En dan ligt daar die uitnodiging voor ons. En ik wil ook dat in gebed brengen. Ik wil ook even een kort moment van stilte nemen. Waarin je God mag vragen van wat spreekt u tot mij? Je Vader, u spreekt altijd duidelijk. U spreekt vaak ook door meerdere mensen, door meerdere aanwijzingen. En ik wil u ook vragen, als er mensen zijn die twijfelen, die zeggen van goed, hè, ik heb Gods stem wel verstaan, maar ik ben net als Gideon, ik wil nog even een teken, een matje buiten leggen die nat wordt, of ik wil een bijbeltekst of een woord, dan bid ik ook, wilt u mensen op hun pad brengen, om hen daarin te bevestigen, om te zeggen, hier ben ik. Het belangrijkste is voor iedereen om te weten dat u daar bent, met uw handen open, dat u zegt van, je mag bij mij komen. Ik heb die uitnodiging en het is binnenkort. En je mag natuurlijk altijd al bij me komen, maar je mag dat ook laten zien aan de mensen in het water. En ik wil je ook een nieuw leven geven. Ik wil je alle mogelijkheid geven om je oude leven te begraven en in nieuwheid met mij op te staan. Om je te verbinden aan mij. Vader, dank u wel dat u zich zo naar ons heeft uitgestrekt. Dat u de uitnodiging daarop liggen. En dat u ook een geduldig God bent. Dat u niet een veroordelend God bent. Dat u er altijd voor ons bent. Dat wij uw kinderen mogen zijn. Ja, no matter what. Dat u zegt van goed. Ik zie jullie als mijn kinderen. En Vader, we danken u dat we u mogen zien dat we u als vader hebben. Als zo'n liefhebbende vader. We danken u voor het bloed van Jezus. Dat al dit mogelijk heeft gemaakt. Dat we ons met hem mogen verbinden in zijn doop. En Geest, we danken u dat u in ons leven werkt. Dat u in ons harten spreekt. Dat u in onze oren fluistert. En wilt u ons ook de juiste kant op laten bewegen? En laten we zijn stem verstaan. Daarmee wil ik jullie ook zegenen en een goede week toewensen. Amen. Waarde voor Leven gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.